Hey, je kijkt weer naar een nieuwe video van rcblog.nl. En vandaag gaan we naar iets heel anders kijken dan naar modelbouw. We gaan het hebben over WD-40. Iedereen die heeft zo'n flesje wel in zijn schuur staan. De bekende WD-40 waarmee je alles lekker soepel kan maken. Als er iets piept, als er iets kraakt, een beetje WD-40 erop. En het gaat meestal wel weer soepel. Een bekende fles met het rietje wat je heel snel kwijt kan raken. En dan hebben we deze fles. Die heeft een rietje die je gewoon omhoog en omlaag kan halen. En die zit vast aan de dop zelf. En dan hebben we ook nog iets nieuws. En daar gaan we vandaag speciaal naar kijken. En dat is heel interessant voor de modelbouw. Voor de RC-hobbyist. Het is een rietje, een tuitje, wat je mooi kan bewegen. Een flexibele slang, om het zo maar te zeggen. Dit is een 400 ml fles. Het is gewoon dezelfde bekende inhoud. Het gaat dus echt om het slangetje. Het is een metalen zwanenhalsslang. En die kan je in ieder gewenste positie kan die buigen. En dat is dus heel handig voor RC. Want dan kan je dus heel makkelijk bij de lastige hoekjes komen. En als je het weer naar beneden doet, dan is het gewoon de normale spraystand. Dan kan je gewoon zo lekker spuiten ermee. Nou, hier hebben we een mooie Trexus X-Max staan. En wanneer gebruik je nou WD-40? Dan kan zo'n auto natuurlijk heel mooi waterdicht zijn, dat de elektronica er tegen kan. Maar je hebt natuurlijk ook nog gewoon te maken met de lagers van de auto, de assen. Dat is natuurlijk niet vochtbestendig. Dat kan gaan roesten, dat kan vast gaan zitten, dan gaat het kraken en piepen. En dat is niet goed. Nou, denk aan die ene autorit, dat je lekker door de regen hebt gereden, door de plassen. Of misschien wel zelfs door de sneeuw, of je hebt op het ijs gereden met de auto. Ja, dan heeft de auto onderhoud nodig. Dan is het belangrijk om de auto met WD-40 in te spuiten. Dan hebben we dus die hele mooie bus hier zo, met de zwanenhals. En nu kan je heel makkelijk bij die hoekjes komen en even ergens tussen spuiten. Kijk, dat is handig zeg. En dat ruikt ook lekker, dat spul. En de ander groot voordeel is ook, er zijn wel eens van die momenten, dan ben je bijna geforceerd om die bus ondersteboven te houden. En na een tijd komt er dan niks meer uit. Je kan nu het slangetje zo instellen. En dan kan je gewoon rechtop spuiten. En dan blijft de WD-40 er gewoon nog goed uitkomen. Nou, als je dus lekker met de auto gereden hebt en hij is nat geworden. Hoe kan je dan het beste je auto schoonmaken? Pak de tuinslang erbij. Maak de auto lekker schoon. En maak hem daarna ook goed droog met een doek. En dan natuurlijk de WD-40 erbij. Ik kan mezelf nog genoeg wat autoritjes herinneren dat we lekker gebashed hebben. De auto zat helemaal onder de modder. En dan hebben we inderdaad flink met de tuinslang erop gezeten. We hebben zelfs een keertje nog met de hoge drukspuit de auto schoongemaakt. En in een wasbox zelfs. Ja, dan moesten we echt even WD-40 erin spuiten. Ik kan nog een situatie herinneren dat die auto daarna niet is ingespoten. Nou, dan was het echt gewoon stroef hoor, daarna. Het was piepen en kraken met die auto. Zonde, moet je niet doen. En dan moet je lagers gaan vervangen. Nu hebben wij 5 van deze flesjes hier op tafel staan. Deze 2 tellen niet mee, die komen uit mijn eigen schuur. Eén zo'n mooie fles gaan we natuurlijk zelf bewaren, want die kunnen we heel goed gebruiken. Maar nu zijn wij benieuwd. Heb jij een foto van je auto dat die echt ontzettend vies was? Dat je echt door iets heel smerigs heen hebt gereden, dat die er gewoon echt niet uitzag en dat je je auto flink zou moeten poetsen en zou moeten inspuiten met WD-40. Stuur daarvan een foto naar prijsvraag@rcblog.nl en de eerste 4 inzendingen, die krijgen zo'n mooi flesje tegemoet. Bedankt weer voor het kijken naar een video van rcblog.nl. Abonneer je op ons YouTube kanaal en volg ons ook op Instagram voor leuke video's en fotootjes die snel even voorbij komen. Graag weer tot de volgende keer. Tot ziens!